Ah, we made it. Hand naar achteren, zet hem in die vleug. Juist, en niet knijpen, niet knijpen, ja. Derrie, niet knijpen. Lekker wat. Ja, zo. Dat is goed. Hij komt door, ik zeg, rem met... En toen pas hier probeert hij die tweede hand erbij te krijgen, maar... Die kras hebben ze niet eens schoongemaakt, hè. Wow. Besef dat. Ik kan wel implantaatbeen zetten. Je hebt gewoon kunstbeen. Goedendag dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hey jongens, en welkom dat jullie kijken bij een nieuwe video. Vandaag gaan we op tour. We gaan 6 uurtjes lang toeren. Maar voor 1 uur rijden. Ja, dus ik heb er nog zin in. Dat is erg, maar. Zou ik nog 2 maanden blijven? Ja. Maar dan is achter jullie aankomen en hij zal even laten zien hoe je dit weer goed maakt. Ja, dan hang je dan met je goede gedrag. Helemaal geen paniek. Geniet maar nog even van het uitzicht als dat er is. En Kirjan, laat maar gewoon je rem los. Helemaal loslaten. Zie je? Ja, en het kan glad zijn als het geregend heeft. Jongens, kijk wat ze willen dat we gaan doen. We made it. Hand naar achteren, zet hem in die vleug. Juist, en niet knijpen, niet knijpen, Derrie, niet knijpen. Lekker los. Ja, zo. Dat is goed. Kom maar. Hopelijk zijn we niet leuk voor. Oh jongens, het begint te regenen. Maar een klein beetje regen kunnen we wel hebben. Dan gaan we niet dat van hebben. Volgen ze hier? Nu zitten we op 17 meter hoogte. 17 meter jongens. Ja. We wachten even tot de regen een beetje gestopt is. Het zal wel regenen. Ja. Wat vind je niet te remmen? Ja, dat is. Door, ik zeg, rem met, en toen pas hier probeert hij die tweede hand erbij te krijgen, maar hij sloeg dwars door die 65 kilo blok heen. Ik trok volle gewicht, trok ik eraan. Hij slaat hem gewoon, maar ja. Wat, en de enkel of zo? Nee, gelukkig niet. Het is de zijkant van de kuitbeen. Oei, hey.
Ja, dan ging je met allebei ik zeg toch? Hem nog voor hij vertrekt. Je kijkt me in mijn ogen aan en je zegt ja. Je moet gewoon een goede bami eten. Nou jongens, we zouden vandaag gaan kwadraaien, pijl en boog schieten. We zouden nog in een bootje varen. Maar de virus is keihard tegen een boom aangeknald tijdens ziplijnen. Hij is net naar de lokale post gegaan. Maar ze vonden zijn problemen niet urgent genoeg. Huh? Je probleem was niet urgent genoeg? Wat heeft die vrouw gezegd? Ik zie geen bloed. Wat zeggen ze? Ze zei, we moeten naar de stad, want hier kunnen ze geen foto's maken. Dat doet pijn. Ja, ik kan niet bewegen, man. Boy. Ik kan echt niet lopen, man. Toen ik net hier naar binnen ging stappen, ik draaide een beetje. Nou, man. Dat was niet goed, man. Toch. Je ziet ook eens een beetje op. Ja. Nee, maar bij deze heb ik hem ook echt vooral hier gepakt. Hier. Ja. Ik kom zo met mijn hielen. Maar je kan je niet verspreiden. Ja. Ja. Ja, dus we gaan nu terug naar de stad. Gaan we daar naar de dokter. Hoe gaat het? Je kan je schoenen niet aantrekken. Ja? Ja, alleen ik denk dat het wel echt, dat ze gaan zeggen deze is misschien licht gekneusd. Ja. Of deze is gebroken of ook zwaar gekneusd. Oh. Ja. Nou, ik heb nu de auto opgehaald. We gaan nu naar Davio in het ziekenhuis. Ik zie er ook echt niet uit. Ik ga straks ook mijn haar even vlechten. Maar ja, wel gezeik, man. Die tour is gelijk verpest. Ik had er echt zin in, maar ja, dit gaat natuurlijk wel voor. Hopelijk is het niet ernstig. Gelukkig is Davio verzekerd in het buitenland. Dus dat is ook weer mooi. Anders moesten we echt weer extra dingen betalen. Jongens. Ik ben mentaal gesloopt. Ik denk dat vind je ook. Kapot. Nou, ik zal jullie even in het kort uitleggen hoe de dag vandaag gegaan is. We waren naar het ziekenhuis gegaan. Wat is er uiteindelijk nou gebeurd? Wat is zij? Ze heeft bij een scan gezien dat er niks gebroken is. Ja. Maar met die scan konden ze niet zien of een spier of iets gescheurd is. Mm-hmm. Dus voor die scan moet ik morgen terugkomen. Maar voor nu heeft ze verband om allebei mijn voeten gedaan en geadviseerd om helemaal niet te lopen. Omdat ze ervan uitgaat dat ik allebei mijn enkels heb verbrijzeld of verscheurd. Maar als ik het verbrijzeld heb, ben ik wel klaar, want dan kan ik al echt, denk ik, 2-3 maanden niet lopen. Nee. Dan ben ik echt klaar, man. Dat gaat echt gek worden. En ja, we hadden dus eerst een appartement met een trap. En ja, dat is natuurlijk onmogelijk voor de video. Ja. Dus heb ik al onze koffers ingepakt, met de koffers naar beneden gelopen. Maar voordat dat gebeurde, je moet zeg maar na 8 of 9 uur gaat het hek dicht. En ik had die sleutel niet van dat hek en de vier was in slaap gevallen in de hangmat. Ja. Dus toen heb ik een half uur als een of andere gekke wijf voor dat hek lopen schreeuwen. Dat vind je niet af! Ik heb echt niks gehoord, hè. Zover was ik. Ja, nou gelukkig heb je wel nog een beetje geslapen dan, hè? Ja, ik lag gewoon lekker. Nou, mooi. En ja, we hebben heel snel een nieuw verblijf gevonden. Het is echt een heel mooi verblijf. Mm-hmm. Maar ik ga jullie dat laten zien in de volgende video. Volgens mij was deze video best wel kort. Maar ja, door alle drukte heen heb ik natuurlijk niet kunnen vloggen. Ja, dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Hey, jongens, besef dat ik gewoon niet kan lopen. Ik word helemaal gek. Ik kan gewoon niet lopen. Die kras hebben ze niet eens schoongemaakt, hè? Wow. Besef dat. Weet je wat ik het ergste vind? Dat we waren in het ziekenhuis bij de, bij de spoedafdeling. En er was een man, die was heel dun. En die viel op de grond. En het boeide die mensen daar gewoon niet. Er was een man met een afgehakte hand. Nee, het boeide ze wel. Dat moet je niet zeggen. Dat weet je niet of het ze niet boeit. Maar hun zeiden tegen die man van... Je mag niet liggen op de grond. Je mag niet liggen op de grond. Dus hebben ze die man weer in die stoel geduwd.
Ja, en er was een man met een afgehakte hand in het verband. En iedereen was gewoon echt meer dan 2 uur daar aan het wachten. Davio wachtte daar op 5 uur. Dus stel de situatie zou nog erger zijn, dan zou die niet eens gelijk hulp krijgen. En in Nederland is dat toch wel weer goed geregeld allemaal. Mm. Maar ja, je leeft nog, hè? Ja, maar het is wel weer... Het was gebeurd om 11:50. Toen zijn we met een bus naar een ander ziekenhuis gegaan. Daar wilden ze me niet helpen omdat ze geen bloed zagen. Ja, toen zijn staat we ook nergens op. Helemaal naar de stad gegaan, uur rijden. Nou, uiteindelijk, ik denk 2-3 uur later was ik in het ziekenhuis. Heb ik 5-6 uur moeten wachten. Heb ik €200 betaald voor een paar foto's. Ja. En uiteindelijk weet ik nog steeds niet wat ik heb. Ik weet alleen dat het niet gebroken is. Nou, dankjewel ziekenhuis. Ja. Morgen moet ik terugkomen. En dan... Nou, iedereen gooi even een like als jullie de veel beterschap wensen. Ik zeg je eerlijk, je voeten zijn echt belangrijk, man. Ja. Wat heb je liever, geen voeten of geen handen? Geen handen, denk ik. Ja, hè? Ja. Ik zeg je eerlijk, mijn voeten zijn wel echt belangrijk. Je kan jezelf nog trainen zonder handen. Ja, maar ik zeg je eerlijk, zonder voeten, benen, dan moet iedereen altijd maar bij je zijn om je te dragen. Ja, altijd maar afhankelijk. Maar je kan wel implantaatbeen zetten. Je hebt gewoon kunstbeen. Ja, maar dat is als je 1 been pakt. Ik heb of 2. Want het is ook niet. De meeste mensen hebben vaak een klapper op 1 been, toch? Ja. Ik pak gelijk 2 voeten. Ik kan gewoon niet op allebei de benen staan. Want als ik een haar de pet geef. Nee, schatje, patatje, dat zou ik niet doen. Ik had niet gedacht dat het zo heftig was, man. Nou, jongens. Ik wil zeggen, ik vond deze video leuk. Maar ik vond deze video zelf niet echt leuk. Dus. Duimpje omlaag mag very, very sad. Yeah. Ik wil alleen maar duimpjes omlaag. Voor medelijden. Dus iedereen die medelijden heeft, show love in de comments en doe een duimpje naar beneden. Yeah. Want het is geen leuke video. Nee. Ik heb mijn benen, mijn voeten gebost.